Zodra u de telefoon hebt gekoppeld, drukt u op Telefoon op het touchscreen om het scherm Telefoon weer te geven. Vanuit dit scherm hebt u toegang tot een lijst met recente oproepen, uw lijst met contactpersonen, het toetsenbord en de opties voor toegang tot uw voicemail. Raak contacten aan als u een contactpersoon in het telefoonboek wilt zoeken. U kunt een contactpersoon op twee manieren selecteren: door in de lijst te zoeken of door de naam in te voeren. Als u in de lijst wilt zoeken, gebruikt u de pijlpictogrammen om in de lijst met contactpersonen omhoog en omlaag te bladeren. Of veeg over het scherm in de desbetreffende richting. Raak de gewenste contactpersoon aan om deze te selecteren. Om een contactpersoon op naam te zoeken, voert u de naam van de gewenste persoon in op het toetsenbord. Naarmate u meer letters typt, verschijnt een lijst met opgeslagen en passende contactpersonen op het scherm. Zodra de gewenste persoon wordt weergegeven, selecteert u deze. U kunt ook een contactpersoon of nummer in de lijst met recente oproepen selecteren. Raak recente oproepen aan om de lijst weer te geven. Als u een bekend nummer wilt invoeren, selecteert u toetsenpaneel en voert u het nummer in. Raak de knop Telefoon aan om een nummer of contactpersoon te bellen. Tijdens het gesprek verandert deze knop in de knop Gesprek beëindigen. Selecteer deze knop om de oproep te beëindigen. Wanneer een oproep binnenkomt, raakt u de knop Telefoon aan om de oproep te beantwoorden. U kunt ook de bedieningselementen op het stuur gebruiken. Druk op de knop Telefoon om een nummer of contactpersoon te bellen. Wanneer een oproep binnenkomt, drukt u op de knop Telefoon om de oproep te beantwoorden. Om het gesprek te beëindigen, drukt u nogmaals op de telefoontoets. U kunt het volume van de oproep aanpassen met de pijlen omhoog en omlaag op het stuur. Of door aan de volumeregeling te draaien. U kunt gesprekken ook beheren met behulp van het spraaksysteem. Druk op de spraakbedieningsknop op het stuur om het systeem te activeren. Opdrachten worden door het systeem voorgelezen en op het touchscreen weergegeven. Zeg Telefoon of raak telefoon aan om een lijst met relevante opdrachten weer te geven. Wacht op het geluidssignaal en spreek vervolgens de gewenste opdracht uit of raak deze aan. Houd de spraakbedieningsknop ingedrukt om de sessie te beëindigen. In het telefoonsysteem kunnen meerdere oproepen tegelijk actief zijn. Als tijdens een oproep een tweede oproep binnenkomt, wordt u met een melding op het touchscreen gewaarschuwd. Als u de nieuwe oproep aanneemt, wordt de huidige oproep automatisch in de wacht gezet. De details van beide oproepen worden op het scherm weergegeven. Als u naar de andere oproep wilt schakelen, raakt u het pictogram Wisselen. Of de details van de desbetreffende contactpersoon op het scherm aan. Als u de huidige oproep wilt beëindigen, raakt u kort Gesprek beëindigen aan. Raak Gesprek toevoegen aan en selecteer de gewenste contactpersoon of bel het desbetreffende nummer. U kunt actieve oproepen in één vergadergesprek samenvoegen door Samenvoegen te selecteren. U kunt de selectie van Samenvoegen niet ongedaan maken. Als een van de bellers de oproep beëindigt, blijven alle andere bellers actief op de lijn. Raak Gesprek beëindigen aan om het vergadergesprek te beëindigen. Het telefoonsysteem van de auto biedt u toegang tot de voicemail van uw telefoon. Druk op opties, gevolgd door voicemail. Wanneer u de functie Voicemail voor het eerst inschakelt, moet u uw voicemailnummer op het weergegeven toetspaneel invoeren om de service in uw auto in te stellen. Vanaf dat moment kunt u uw voicemailberichten beluisteren. Zie voor meer informatie. Over deze en andere functies: het instructieboekje van uw auto. Voor hulp of advies neemt u contact op met uw Jaguar Land Rover dealer, die u graag te woord staat.